bij deze nieuwe video. Vandaag weer een make-up challenge. Ik ga mijn make-up geblinddoekt uitkiezen. Dus ik heb geen idee wat ik vandaag ga gebruiken. Ik heb geen idee welke kleuren ik ga aanbrengen. Want ik ga alles geblinddoekt doen. Ik heb hier dit handig slaapmaskertje. En ik hoop ook dat ik een beetje make-up producten pak die een beetje matchen met elkaar. Want als ik bijvoorbeeld een oogschaduwpaletje pak met superveel felle kleuren. En dan ook nog een hele felle matte liquid lipstick. Dan wordt het echt een beetje een clown look. Dus ik hoop dat ik het goed ga doen. Ik heb ook het gevoel dat ik wel een beetje kan aanvoelen welke producten ik pak. Bij de meeste producten dan. Want ik maak me echt bijna elke dag op. Ik weet ook echt welke producten ik allemaal heb. Dus ik heb het gevoel dat ik bij de meeste wel kan voelen wat ik pak. Ik ben ook heel benieuwd ook qua foundations en zo. Want er liggen er hier een aantal in de la die niet mijn kleur zijn. Die te licht zijn. Dus ik hoop niet dat ik een te lichte kleur pak. Want ik moet ook gewoon vandaag nog weg. En ik hoop dat ik gewoon de make-up op kan houden. Want ik heb geen zin om me weer opnieuw te moeten gaan opmaken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb er ook echt veel zin in. Want ik vind zulke video's altijd heel leuk. Dus vind jij het nu al even leuk als ik? En ben je ook enthousiast? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, let's do this. Ik heb in principe alle make-up die ik altijd gebruik hier liggen in mijn la. Dus echt onder mijn bureau. Het enige wat hier niet ligt zijn de oogschaduwpaletten. Die liggen in een kast hierachter. Dus die pak ik als laatste. Maar ik ga gewoon beginnen met alles hier. Dus ik moet dit slaapmaskertje op gaan doen. Ik hoop niet dat de batterij of zo uit gaat vallen. Want dan zie ik het niet. Dus als het goed is, houdt hij het gewoon vol en zo. Dus deze ga ik opdoen. En dan gaan we kiezen. Oh my god. Ik ben zo benieuwd. Oké, ik ga hem opdoen. Ik heb niks op mijn gezicht, obvious. Alleen maar dagcreme en zo. Maar ik heb mijn wenkbrauw al gedaan. Dus ik hoop dat dit masker mijn wenkbrauw niet verpest. Maar we'll see. En ook mijn haren niet. Ik vind het zo spannend. Oh my god. Oké. God, dit gaat echt mijn wenkbrauwen verpesten. Maar ik kan ze nog opnieuw doen. Maakt niet uit. Oké, ik kan nou echt helemaal niks zien. Ik denk dat iedereen die ooit een slaapmasker op heeft gehad, dat wel weet. Je ziet echt helemaal niks. We gaan beginnen. Ik heb in de la hier links liggen mijn foundations en primers. Dus ik ga een van de foundations pakken en een van de primers. Oh my god, oké. Ik denk dat ik voor deze primer ga. Ik denk dat ik weet welke dit is. Dit is de By Kelsha Gold Elixir Primer. Dan foundation. Dit is iets moeilijker. Oké. Kan er dus een aantal voelen waarvan ik het wel weet. Alleen ik weet niet welke kleur ik in mijn handen heb. Dus ik hoop niet dat ik dan een te lichte kleur pak of zo, weet je wel. Is dit een foundation? Dit is zo weird. Ik pak deze. Ik denk dat dit de Benefit is. Maar ik hoop dat ik kleur 6 heb gepakt en niet kleur 4, want die heb ik ook. Ik ga verder met de la daaronder. Daar zitten volgens mij blushes of bronzers. Oh mijn god, ik weet het niet meer. Oh, verschut dit. Ik weet dat hier een pressed poeder ligt. Ja, ik wil die van Benefit gebruiken. Ik denk dat dit die van Benefit is. Hier zijn de losse poeders. Ik ga voor deze. Dit is volgens mij de Jeffree Star poeder. Daarnaast liggen als het goed is de blushes. Volgens mij is dit de Kylie Cosmetics blush. We gaan verder met de la daaronder. Ik begin met een contourpaletje. Die is makkelijk. Dit is de KVD Vegan Beauty contourpaletje. En dan bronzers. Oh my god. Oké. Welke bronzer heb ik hier? Ik denk dat dit een bronzer is van Morphe. Dan gaan we verder met de la daaronder. Dit zijn nep wimpers. Deze kan ik dus echt niet voelen. Ik hoop dat ik gewoon echt een goede pak. Deze is al open. Dus ik denk dat dit mijn fave wimpers zijn van de Primark. Hopelijk. Oké, ik ga verder met de kasten hier. Hier zijn de lipsticks en zo. Dus dit wordt een beetje tricky. Ik pak één lipstick en één matte liquid lipstick. En dan hoop ik dat ik gewoon één van de twee kan gebruiken. Ik begin met de lipsticks. Hierbij kan ik echt bijna niks voelen. Ik denk dat ik ga voor deze. Volgens mij is het een MAC lipstick, maar geen idee welke kleur. Nou ga ik naar de matte liquid lipsticks. Deze kan ik echt niet voelen, want die hebben bijna allemaal de same formaat. Ik ga gewoon voor dit. Ik heb geen idee wat het is. Hier heb ik een spiegel en daarachter staan mijn lipglossjes. Dus ik ga even een lipglossje pakken. Oh mijn god, ik kan niks voelen jongens. Oké. Volgens mij zijn dit de lipglossjes. Ik pak gewoon iets. Deze heb ik gepakt. Ik weet niet wat het is. Oké, nou kom ik aan bij de la met primers en zo. Ik wil graag mijn MAC Soft Ochre pakken. Ik denk dat dit hem is. Ik heb het gevoel van wel. Dus daarmee kan ik primen. Oké, voor de rest heb ik hier volgens mij niks nodig. Nou, de la daaronder zijn highlighters. Die kan ik denk ik niet voelen. Oh my god, oké.
Ik ga gewoon voor dit. Ik weet niet wat het is. Oké, dan heb ik ook nog hier achter de spiegel staan mijn mascara's. Oké, niet laten vallen, Sarah. Oh mijn god, als ze vallen is dat echt een big issue. Als ik nou de mascara primer pak, dan kan ik dus gewoon geen mascara gebruiken. Oh mijn god. Ik denk dat dit die van Essence is. De Essence mascara. Daar ben ik wel happy mee als ik die heb gepakt. En daaronder liggen eyeliners. Ik weet niet of ik die ga gebruiken, maar ik wil hem wel gewoon eentje pakken. Ik weet niet wat ik nou heb gepakt. Ik denk van Benefit, but I'm not sure. Ik hoop gewoon een zwarte. Oké, dan ben ik nou klaar met alles wat hier ligt. Nou ga ik naar oogschaduwpaletten. Maar ik ga eerst even bekijken wat ik allemaal heb gepakt. Oh my god. Oké, oh my god. Het meeste is echt wat ik dacht dat het is. Ik heb kleur 6. Godzijdank. Thank the Lord. Oh, ik heb de Revolution Highlighter. Ik heb een bruine eyeliner gepakt. Dus ik heb letterlijk alleen maar zwarte eyeliners. Ik heb één bruine. En ik heb gewoon letterlijk die ene bruine gepakt. Goed zo, Sarah. Jee, mijn MAC Soft Ochre. Deze lipgloss. Dit is een te felle kleur. Ik ging meer voor een gloss die een beetje over een kleur heen komt. Maar dit is gewoon letterlijk een gloss met echt een felle kleur. Oké, en een MAC lipstick. Taupe. Oké, hier ben ik wel happy mee. Taupe is een beetje een bruine nude. En de rest heb ik allemaal goed gegokt. Oh my god. Ik ben blij met hoe het is gegaan. Ook de wimpers. Oké, nou last but not least. Een van de belangrijkste dingen. En dat is oogschaduwpaletje. Ik ben heel benieuwd welke ik ga pakken. Oké, de paletten zijn hier in de la. Oh my god. Ik ben echt zenuwachtig. Ook hier heb ik wel het gevoel dat ik het kan voelen. Oké, ik zie niks meer. Ik denk dat dit mijn Tati Beauty paletje is. Ik ga voor deze. Let's see. Yay! Love it! Oké, we gaan beginnen met alle producten die ik geblinddoekt heb gekozen. Wat ik wel dan een beetje jammer vind is dat ik een heleboel gewoon kon voelen. Wat ik al dacht vanaf het begin. Maar een aantal dingen heb ik ook echt gewoon niet gevoeld. Dus ja. En ik ga beginnen met primer. Met een van mijn fave primers. Wat mij ook leuk lijkt om te doen een keer is dat iemand anders mijn make-up kiest. Want dan weet ik het echt niet. Dus dat is ook leuk om te doen. Dan misschien mijn pleegzusje of zo. Of mijn moeder, dat hun gewoon alle make-up producten moeten pakken. Dat is wel leuk. Als foundation gebruik ik dus mijn Benefit Foundation Gut. Godzijdank in de kleur 6, want ik heb hier ook kleur 4. Weet je wat ik mij net besef? Ik heb geen concealer gepakt. Dus ik ga gewoon even zo zitten en ik pak gewoon even zonder te kijken een concealer. Ik ben dat gewoon helemaal vergeten. Kijk, ik pak deze. Oké. Milani Conceal & Perfect Concealer in de kleur Light Beige. Nu ga ik in met mijn Lusted Poeder die ik geblinddoekt heb gekozen. Ik heb hem by the way in de kleur Beige. Ik herkende de poeder echt gelijk omdat dus die ster hier zit. Dus dat was een heel herkenbaar punt. En dan ga ik contouren met mijn contourpaletje. Ik besef me nu net dat ik ook geen fixing spray heb gekozen. Oh my god. Die ga ik zo meteen ook even pakken zonder te kijken. Maar fixing spray hoeft pas helemaal op het laatste. Dus we hebben nog even tijd. En dan pak ik mijn Benefit Pressed Poeder voor hier beneden. En dan pak ik even mijn Max & More Fixing Spray. Ik had die wel geblinddoekt kunnen pakken, maar ik weet precies waar die staat en precies hoe die aanvoelt. Dus dat had geen nut. Maar de fixing spray die ik straks op het einde doe, die ga ik wel pakken zonder te kijken. Oké, dan is het voor nu heel even klaar met het gezicht. Ik ga beginnen aan de ogen en ik heb dus mijn nummer 1 favoriete oogschaduwpaletje van Tati Beauty. Dit is een heel mooi everyday paletje met een beetje neutrale kleurtjes. Ik ga ook echt een extreem makkelijke look maken, want zoals ik al zei, ik ga zo meteen weg. Dus ik moet er een beetje normaal uitzien. Ik had een oogschaduwprimer gepakt, precies die ik wou, maar ik heb nou al geprimed met concealer, dus deze hoeft niet echt meer. Ik ga beginnen met de hele lichte bruine matte kleur hier, Soet. En met een grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn arcaarboog. Ik heb ook een hele video gemaakt over dit paletje, staat al op mijn kanaal. Ik denk dat het ook wel leuk is dat ik nou gewoon een hele snelle, makkelijke look maak. Want dat doe ik normaal nooit op mijn kanaal. En dan is het misschien leuk als je ook een keer gewoon ja, zo'n look ziet. Dan pak ik de matte Ritual kleur, deze donkerbruine kleur. En met een iets kleinere fluffy kwast, echt maar iets kleiner, want hij is nog best wel groot en fluffy. Breng ik die kleur ook aan in mijn arcaarboog en dan vooral hier in de hoek.
Ik zal ook even een paar looks in beeld brengen die ik ook heb gemaakt met dit paletje. Die staan op mijn Instagram. Die twee bruine matkleuren breng ik ook allebei aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik de metallic kleur Soot hier. En die breng ik dan zo aan op mijn ooglid. Deze kleur is heftig, echt prachtig. En dan pak ik weer die fluffy kwast. Ik heb niks minder opgedaan om het een beetje te blenden bij de randen. En dan heb je hier ook nog een hele rij met allemaal pressed glitters. En die wil ik ook wel een klein beetje aanbrengen, want zo ben ik dan ook wel weer. En dan pak ik ook van de rij Soot de pressed glitter. En pressed glitters is altijd het handigst om ze aan te brengen met je vinger. Nou, dit is dan mijn snelle, makkelijke ooglook. Dan heb ik dus ook de bruine eyeliner gepakt van Benefit. Op zich matcht het wel met de look. Dus ik ga even hiermee een wing maken. Nou, ik vind de bruine eyeliner echt best wel goed staan. Dan een beetje mijn Essence Princess mascara. Ik ben zo blij dat ik gewoon een echte mascara heb gepakt. Want als ik een mascara primer zou hebben gepakt, dan was het echt een fiasco geweest. Dan even nep wimpers. Deze Primark wimpers in de stijl 747 zijn hele heftige wimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn wimpers zitten erop. Dan ga ik nog in met deze lichte glanzende kleur hier. Dat is de kleur Aura, maar dan metallic. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. We zijn klaar met het paletje, we zijn klaar met de ogen. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga bronzen met de bronzer die ik heb gepakt van Morphe. Dit is de Glamour Bronze in de kleur Megastar. Is een hele fijne matte bronzer. Gaat hij werkelijk waar nooit op, want hij is echt huge. Hij is echt super groot. Zo, ik ben weer lekker gebronst. Ik heb weer lekker veel aangebracht. Ik vind het echt een prachtige warme kleur. En dan ga ik in met mijn Kylie Cosmetics blush in de kleur We're Going Shopping. Dit is echt een van de mooiste blushes die ik heb. En dan als highlighter mijn Revolution highlighter in de kleur Raise the Bar, de Belging. Dit is niet een van mijn fave highlighters. Ik vind hem niet per se slecht, maar ook niet heel goed. Oké, en dan de lippen. Ik heb dus een MAC lipstick in de kleur Taupe. Ik heb een matte liquid lipstick van Nabla in de kleur Acrylic Love. En een nude lipglossje van Juvia's Place. Dus twee nude en één fel. Ik denk dat ik voor de felle ga, omdat ik al best wel een nude ooglook heb. En jullie weten, ik hou van glossjes, maar vandaag moet ik het dus gewoon mat houden. Echt een prachtige liquid lipstick. De kleur is mooi, de kwaliteit is goed. Ik raad hem echt zeker aan. Nou moet ik dus, wat ik ook toen straks al zei, nog een fixing spray pakken. Dus we gaan weer niet kijken. Ik heb hier lades met allemaal fixing sprays. En ik pak er gewoon even eentje. Ik hoop dat ik een glowy fixing spray pak. Ik heb wel zin in iets, glowy. Oh, yay! I Heart Revolution Pineapple Fixing Spray. En dit is een Brightening Fixing Spray. Dus niet per se heel glowy, maar ook niet mat. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou, en dan is de look helemaal klaar. Nou, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik had echt werkelijk waar niet blijer kunnen zijn dan dat ik nu ben. Ik ben heel blij met alle producten. Ik ben ook blij met hoe de look is geworden. Lekker draagbaar, want ik ga dus weg. Heb ik al gezegd, maar oké. Dus ik ben blij dat alles gewoon een beetje goed is gegaan. Ik vind de lipkleur ook echt amazing. Ik snap niet dat ik het niet vaker gebruik. Echt af en toe vergeet ik gewoon wat ik allemaal heb. Maar ik vond het dus echt heel leuk om te doen. Let me know als jij nog andere leuke make-up video's hebt voor mij die ik kan gaan doen. Let me know wat je vond van de video, van de make-up look. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!